Ja, mensen, jullie zijn lekker bezig met de support op de video's, veel comments. Maar één ding, de likes kunnen nog ietsjes meer. En ik heb vertrouwen in jullie dat jullie dat ook kunnen doen. Jullie zijn lekker aan het reageren, ik ben lekker aan het reageren op reacties, gaat goed. En het is heel ziek om te zien hoe betrokken iedereen weer is bij de serie. Ik vind het leuk. En ik heb ook oprecht gewoon plezier in deze modpack, man. Ik vind het echt een hele zieke, goede, uitgewerkte mod. En ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal verder gaat brengen. En daarom, Sheng Xiao, Piao Piao, Xiao Piao, Feng Li Yao. We gaan... Raggegek, we willen meer Unreals hebben. We hebben hier onze Raptor leger al klaarstaan. Deze kunnen we dus gebruiken voor een bossfight, deze legers. Dit is Ubershank. Ubershank is de geïnprinte Unreal Raptor, man. Deze is echt mokersterk. 80k per meer dan andere Raptors en 1327% damage. We hebben hem nog niet getest, maar dat gaan we snel genoeg doen. Eerst wil ik even meer excellence vlak hebben. Deze. Heb ik... Huh? Ik mis de chest piece of zo. Oh, er is geen excellent vlak chest piece. Wat raar. Huh? Maar die heb ik al. Ik heb een chest piece. Huh? Dan kun je maar één keer craften of zo. Wat is de deal, man? Nee, huh? Dit is zo raar, ouwe. Ik ben helemaal verward deze. Oké, maar ja, zal goed zijn. We hebben een volle set, I guess. Hoppa, full excellent vlak. Was hem handschoen? Bro, wat een witchcraft is deze toolie, maat. Ik heb net handschoenen ingezet. Maar ik heb ze niet ingezet. Toch? Bro. Nee, nee, nee. We worden nou gearkt door Ark Descendant, man. Nee, nee, nee. Ik ga het nog een keer proberen. Excellent vlak gauntlets. Craft. Daarheen. Inventory. Ik sleep hem daarop. En dan heb ik hem wel. Jullie moeten even goed nakijken of... Ik nou net gewoon volledig ben gescand van 10 bossen of van Excellent Essence, man. Oh, ik heb nog keiveel levels trouwens, what the fuck. Stemmen is eigenlijk wel zat. Movement een beetje zo, ja, ik... Het zal goed zijn, die levels. I don't give a shit, man. We gonna wreck this small pack anyway, brother. Ubershank. Wat? Wacht. Voordat we Ubershank gaan gebruiken, ik wil eerst even iets met Unreal Kibble hebben, want ik ben nog op zoek naar nieuwe Unreal Dino's. Ik wil dus eigenlijk ook nog een soort van watergedeelte gaan maken, maar dan moet ik dus met een awesome teleporter even een teleportplatform maken tussen twee basissen in. En dan moet ik dus nog even een plek vinden waar ik waterdino's op kan slaan. Maar ja, dan moet ik even op zoek. Maar dat komt wel goed. Unreal Kibble. Als we nou even 5 doen, zo, tjaka. Die Unreal zijn wel echt, echt niet normaal, man. Maar wat komt er nou precies na Unreal dan? Zit je dan al bij Devilish en Divine en zo? Spectral heb je ook nog. Wat heb je allemaal? Abyssal Energy. Descended Essence, Excellent Essence, Devilish Shawl. Devilish Shawl. Oh, ja, dan moet ik denk alweer een bos voor slaan om naar die tier toe te gaan of zo. Zou dat het zijn? Ja, ik denk het, man. Maar goed, we hebben onze Unreal Kibble. Ik heb een beetje onderzoek... Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Ik heb onderzoek gedaan naar dinosaurus. Welke Unreal dinosaurus er allemaal zijn. Je hebt dus Pterodons. Je hebt Raptors. Direwolves. Yutis. Carno's. Sarko's. Megalodons. Wat zijn er nog meer? Sabers en nog een paar, ja, er zijn een aantal Unreal Dino's. Maar mij leek het eigenlijk heel vet om een Carno te temmen. Nee, wat lullig, ik haat Carno's. Een Sarko. Het is vroeg, het is vrijdagochtend op dit moment dat ik dit opneem. 9 uur, ik ben nog niet heel lang wakker. Ik kon nog niet zo goed uit mijn woorden, oké, maar ik doe mijn best. Dit is de geïmprinte Unreal Raptor Ubershank. En we gaan nou even checken. Zullen we het gewoon doen? Deze Divine? I don't give a shit. We gaan het gewoon doen. Jij bent geïmprint, maat. I don't give a shit. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat heel goed. Volgens mij winnen we dit, of niet? Gast, volgens mij winnen we dit. Hij hield. Som het hele, maat. Oeh, dit winnen we niet. Nee. Ubershank, ren. Heal. Heal en ren. Nee. Ik ga dood. Ubershank. Meer. Oh. Oeh, nee. Oké, dit is nog echt gewoon niet oké, man, die Divines. Als hij niet had gehield, dan hadden we... Devilish! Nee, nee, nee. Nee.
Ik moet HP hebben, maat. Ik zet echt alles heel, heel hopeloos te killen. In de hoop dat ik een beetje... een beetje levens krijg, man. Oh. Zijn we safe? Oh, dat is weer een devilish, man. Oh, nee. Oh, hell no. Oh, wat doen we onszelf aan, man. Jump naar de andere kant. Ik heb geen awesome teleporter meegenomen. Dus misschien niet heel slim. Oh. Jezus, hé. Rustig, man. Maar de damage is wel ziek van deze raptor, man. Oh. Oké. Okay. Dan heb je die Ancient Trikes, man. Die hebben 800k HP. Weet je wat het is? Ik kan ze aan met deze... Als ik gewoon één hapje doe, dan krijgen ze overtime damage. En dan moet ik gewoon weer wegrennen. Maar dan moet ik hopen dat ze niet healen. Nou, ik vertrouw het nog niet. We gaan het nog niet doen. Maar soon, man. We zijn er bijna. En die chille muziek van de eentjes in de back, jongen. Oh, ik kan niet wachten op die boss fight. En dan al die epische aanvallen die erbij komen. Moeten jullie eens even bedenken hoe dat gaat, jongen. Oh, ik hou van deze modpack, man. Dit is misschien nog wel... Is dit de beste modpack die ik heb gespeeld van Ark? Van Ark Aza, 100%. Maar ook met Ark AZ erbij. Je hebt natuurlijk Primal 4, dat vond ik ook een hele goeie. Maar ik weet niet, deze heeft toch iets meer charme of zo. Kijk gewoon deze Unreal. Kijk hoe die gedesigned is, man. Dat is gewoon echt ziek. Nou, ik denk dat ik maar gewoon eerst even op zoek ga naar een Unreal Dino. En dan gaan we later even op zoek naar een waterplek. Want die Sarco, die kan ik ook best maar gewoon even bij het water opslaan, of niet? Dit is een Devilish Phoenix. Maar 105k HP, ouwe. Oh, zullen we het doen? We gaan het doen. I don't give a shit. 105k HP, maat. Waag het om dino's te killen en te healen, maat. Je mag echt niet healen. Oeh, nee! Zwem! Hoezo sta ik in de fik? Ik zit in het water, maat. Heal! Heal meer! Heal meer! Nee! Oh, oh, oh. Ik leef nog net, hè. Oh mijn god, ik heb nog 2k HP. Met deze raptor. Zwem als de wind, raptor. Ik ga gewoon onder water visjes killen. Ik had hem bijna dood, hè. Ik had hem legit bijna dood. Otters. Nee! Waarom gaat hij niet dood? Bro, wat is van Uberbeest, man? Die zendt het otter. Is je niet kapot te krijgen, man. Kijk. Oh. Oké, moet even boven water komen. Ik weet niet of de Phoenix hier is, maar ik ren meteen door, man. Is de Phoenix dood? Phoenix is niet aanwezig. Het kan goed zijn dat ik hem heb gekillt met mijn aanvallen. Of is dat hem? Nee, Devil. Ja, 100. Nee, ik kan 135. Oh mijn god, ik heb hem gekillt! Uber Shank aan top, mensen. Let's go, man. Kijk hier. Je ligt te maffen, gek. Ik heb gewoon een Devilish Phoenix verslagen. Met Uber Shank. Nee, gast. Dan heb ik heel veel Devilish Hide ook. En heel veel Black Pearls. Oké. Okay. Oh, wel cool, man. En Devilish Soul. Ja, ja. Nou heb ik Devilish Soul. Die heb ik nodig voor Kibblecraft, man. Wat? Wajo. Deze raptor, maat. Oh, dat was wel echt heel close. Dan moet ik niet te veel gaan doen, man. Want dan wordt het wel echt gevaarlijk. Oeh, zo. Daar hebben we een beetje geluk gehad. Ik ga niet liegen. Oh, Devilish Phoenix. Hè? Misschien dat we nog even... We kunnen meer van die dingen gaan farmen, I mean. Hm? Daar heb je dan nog. Of is dat een Descended? Dit is een Descended, sowieso. Oh, maar het ding is, die Phoenix doen sowieso veel damage. En als je dan nog zo'n Devilish hebt... Ja, die zet jou helemaal in de fik, man. Die maak je helemaal kapot. Oh, 2k HP, dat is echt... ik had eigenlijk 1% over of zo. Ik sloeg nergens op. Maar goed, we survived. Ik moet eigenlijk voor een Sarco een beetje een zwampgedeelte zijn, denk ik. Waarschijnlijk is dat hier. En is de vraag, ga ik die ook breeden? Is dat het waard? Want als ik die Sarco heb, dan kan ik makkelijker even watergedeelte... Ei! Oh, nou, jij bent gereed, doei. Zo, dat was een easy raid. Want dit is ook een lijpe dino. Een poison dodo rexie. Die heeft maar 95 HP, ouwe. Oh, maar een poison... Dat is een bosdier. Een bos excellent dier trouwens. Die kunnen we ook nog temmen, man. Oh, nee. Oh, nee. Dit is helemaal niet goed. Nee. Gaat Uber Shank nou neer? Ik moet heel snel naar Uber Shank toe, man. Wat de hel? Hoe ging ik dood, gek?
Uberschenk! Oh, 2 kilometer. Vlieg! Ja, dat wil ik eigenlijk nog wat temmen, man. Die excellent boskibbel kan ik nog... Oh, dan kan ik Titanosaurus gaan temmen, maat. Ja, G. Oh, dat is ook wel leuk om te doen. Oh, daar moet ik me nog even in verdiepen. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik hoop niet dat hij dood is, man. Ik denk dat ik gewoon dood ben gegaan door poison. Oké, ren 300 meter. Oh, Uberschenk, please. Uberschenk is nog niet dood. Oh nee, raptors ook. Hier is Uberschenk, man. Nee, neutral. Attack. Kill hem. Kill hem, Schenk. Hij vat hem, ja. Ja. Kijk. Nice. Oh, dat doet hij gewoon even voor mij, hè. Is er nou een normale dealo achter mij aan? Ik hoop dat Uberschenk het overleeft, trouwens. Ik weet niet hoeveel HP... Oh, die heeft zat HP, man. Oh, die krijgt hem makkelijk kapot. Alleen deze normale dealo van level 20 moet mij hebben for some reason. Maat, laat me maar rustig proberen Ubergevecht van Uberschenk te volgen. Tegen een poison dodorexie, maat. Oh, ik wil die bosdino's ook temmen. Oh. Ik weet niet of die beter zijn dan Unreal's, man, die bosdino's. Het is maar dat deze level 90 is, anders heeft hij echt superveel HP natuurlijk. En die Titanosaurussen, die deden ook echt heel veel damage op mij, hè. Kijk, derde, nice. Krijgt er speciale loot van of zo? Nee, niet echt volgens mij. Ja, boss essence, oké. Hey, ziek man. Heel nice. Dan gaan we zorgen dat we die binnenkort ook gaan temmen. Maar goed, de swamp. Dit is het gedeelte waar dus potentieel Unreal Sarco spannen. Want daar heb je al een Sarco, dat is een excellent Sarco. Maar daar heb ik een Unreal iets, volgens mij. Dat is een Unreal Sarco, man. Wat in de hek was dat? Op mij? Oh ja, daarachter heb je een Unreal. Toch? Ik zie je niet zo goed. Ik kan het ook moeilijk om een spyglass vastleggen of zo. Ja, daar is bovenop. Unreal Baryonyx. Is dat ziek? Unreal Baryonyx, man. Klinkt wel dik in ieder geval. Gaan we die temmen, though? Ook level 92, man. Ja, die moeten we eigenlijk wel temmen. Dat is eigenlijk wel vet. Oké, we gaan erheen. Maar dan moet ik eerst even alle dino's opruimen die hier een beetje in de buurt staan ook. En hier heb je nog zo'n poison dodorex. Ja, is hij nou aan het vechten met die dodorex? Oh, hier ook een lijpe. Die draken kunnen we ook temmen, by the way. Ja, dat is lastig. Die Baryonyx is echt aan het vechten met 2, 3 bossen hier trouwens. Oh, maar daar heb je een Unreal Sarco. Ja. Toch? Zag dat goed? Ja, man. 100% ouwe. Nee, Baryonyx. 82. Oh, die is gewoon keigroot. Daar staat hij. Oké. Ik ga hem nu... Oh, er zijn er 2, ouwe. Oh, er zijn 2 Unreal Baryonyx. Allebei 280. Oké, ouw. Snel op de raptor. Hij heeft scheid. Waarom heeft hij scheid? Het is een andere waar ik op schiet. Ik moet wel uitkijken. Hij heeft echt scheid, bro. Oh, wat ziek. Neer. Neer. Oké, ik heb 2 Unreal Baryonyx. Ik zeg gewoon nokkie, maat. Hoe dan? En ze vallen me niet eens aan. Nou, ik hoop dat ook dat... Oh nee, er zijn poisons. Ik hoop ook dat het een breed pair is, man. Bro, die excellent megalenia's zijn ook sterk, gek. Ja, ik heb mijn kibbels ready in ieder geval. Oh, die bos is die... Oh, dat is een Unreal Sarco. Ja. Ik loop maar gewoon even om die bossen heen. Dit even allemaal killen. Wegwezen. Oeh, deze Unreal... Die Excellent Sarco, maat. Die hebben ook lijp HP, man. Mijn Baryonyx. Waar liggen die? Oh, hier. Hier zijn ze. Ja. Oké, ze liggen hier allebei in het water. Als hij ook weggaat. Hoeveel hebben die nodig? 1 kibbel? 1 kibbel. Oh, bro, dit is heel ziek. Passive. Dan gaan we. Unreal Baryonyx nummer 1. En Unreal Baryonyx nummer... Waar is 2? Oh, ik weet niet waar nummer 2 is, man. Die lagen echt naast elkaar, volgens mij. Ik hoor hem maffen. Oh, ja. Ja, bro. Wat ziek. Female en... Male. Ja, ook nog. Wat de... Oh, dit is echt scripten, maat.
Dit is sowieso een script. Dat kan toch niet zo zijn? Oké, nou, ik doe jullie even in je kraaienpot. Deze hebben HP, maat. Ik was hem kwijt, maar hij werd even onzichtbaar. Oh, wat stom. Oké, kom, we gaan naar de base, man. Holy shit, dit is echt insane. 2 Unreal Baryonyxen, 82 allebei bij elkaar. Male, female. Deze gaan we zo hard even breeden, nou. Nou, watch me whip. Nou, watch me. Nee. Dan moet ik alleen even helemaal naar mijn basis toe lopen. Dat is nog wel een stukje. Maar wel van mening dat gewoon rennen met deze Unreal Raptor sneller is dan dat ik ga vliegen. Dus dan gaan we gewoon doen, hè. Niet vergeten een awesome teleporter te craften voor een watergedeelte. En als ik zo op de map kijk, waar wil ik een watergedeelte? We kunnen helemaal bovenin bij de snow proberen. Dan hebben we ook even meteen een andere kant van dino's, snap je? Dan zit je tussen de vulkaan en de snow in. En bij de center in de buurt, dan heb je gewoon vulkaandino's, snowdino's. Wow, centerdino's. Ik denk wel dat daar een goed idee is. En nu we toch zo aan het lopen zijn, mensen, vergeet niet even G-Portal uit te checken. G-Portal is echt de top G-Portal server hosting, man. 100% G-Portal. Ik ben echt heel tevreden met G-Portal. Eén probleempje. Ze kunnen dus geen Ark ASA doen, omdat die andere, de N-Word server hosting, alles heeft geclaimd en daar zijn ook geen uitzonderingen in mogelijk. Helaas, we hebben ook alleen nog maar gezeik gehad met die ene andere, met de N-word server hosting. Ja, dus G-Portal sowieso top G. Ze verhuren game servers, ARK servers, ARK Survival Evolved sowieso. Dat is ook nog steeds relevant. Ik speel het zelfs nog af en toe. Ik ben nog steeds ARK Survival Evolved servers aan het hosten. Ik doe speedruns bijvoorbeeld op live op Twitch. Ik ben ook nog van plan om andere servers op te zetten voor livestreams. Modded servers of zo, gewoon samen met de community. Dat is ook allemaal door G-Portal gefixt. Maar ja, je kunt ook andere game servers huren. Ik ben ook actief op Rust af en toe. Die servers host ik ook van G-Portal. En denk ook aan Minecraft en Conan en Salmask. Noem maar op. Je hebt echt heel veel keuze. Check het even uit. Linkje staat in de beschrijving. En claim je korting ook op een game server. Right. Thanks mensen en thanks G-Portal ook voor nog steeds sponsoren van deze kanalen. Lekker man. I love you G-Port. Ah ja. Rijden, man. Ik ben even de weg omhoog vinden hier op de berg of zo. Het is echt een dolof. Dolof, dit is een devilish allo. Gaan we doen. I mean, we hebben wel een Unreal Raptor, hè. Uberschenk! Uber! Ik moet wel iets raken. Uberschenk! Uberschenk! Oké, hij mag niet zijn vuuraanval gaan doen, want die doet heel veel pijn. Oké, ik sta in de fik. Ik sta in de fik. Oh, hij doet... Ik ga weg. Doei. We gaan niet lukken. Dag. Devil is al sterker. Doei. Oh nee, waar ga ik heen? Ik spring compleet de verkeerde kant op. Nee! Zo. Morgen. Ben ik weer op strand. Devil is alles... Oh, hier heb je Rudy. Oké, ik ga erheen springen. Hoe? Is niet normaal, hè? Buongiorno. Buongiorno. Oh, je bent thuis ook. Holy shit. Mooi, je hebt een gat in je huis. Oh! Hallo. Oh, yo, wat? Wat stom. Hallo. Hey. Hey. Jeetje, je hebt... Nee, ik merk dat ik Giant Bee Honey nodig heb. Giant Bee Honey, waarvoor? Ja, uiteindelijk als je boskibbel wil. Ja. Yeah. Dan heb je Giant Bee Honey nodig, onder andere. Toen dacht ik, oh nee, dat heb ik niet. Boskibbel. De excellent boskibbel, of wat? Ja. Giant Bee Honey. Ja, dus, en ik zit hier rechts van, ik heb geen zin om een klote bij te temmen. Ja, die hoeven niet te temmen toch? Je kunt er gewoon redwood in en gewoon slachten, of niet? Volgens mij krijg je die gewoon van de beehive van... Ja, die kun je gewoon harvesten toch, dacht ik. Nee, maar het is van een teentbij toch, of niet? Wil je geen queen ervoor hebben? De queen? Wat een fucking mooie toren, jongen. Niet normaal. Nee, je kunt een beehive craften met 50 money. Ja. Nee, maar zo ver was ik ook al. Ik dacht, hey, je hebt ook van die craftable shit. Maar hoe zat dat ook alweer? Ja, ik heb gewoon van die... Ja, ik heb volgens mij gewoon van die... die bijenkorf kapot gemaakt ooit. Vroeger, in Ark. En daar kreeg je dan shit van. Ja, maar toch? Je kan het dus... Met sommige mods.
Nice. Heel stilo. Ja, ziek. Het is Minecraft, jongen. Minecraft taking over. Ja, dat is ziek. Heel mooi. Ja. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja nee, maar daar liep ik dus een beetje tegenaan. Oh, heb je mijn Unreals al gezien? Nee, ik zat er net naar te kijken. Je hebt de Wolf en de Yuti, man. Wat de hel. Yo, waarom is deze Yuti zo stront? Ja, je hebt heel veel Unreals die max level 150 zijn. Maar deze zijn ook stront. Wat is er stront aan? 290. Oh ja, maar dat zijn kinderen. Ik wou zeggen. Ja, oké, okay, dat is iets beter, ja. Het is allemaal mee. Yo, ze doen allemaal mee. Ze doen het allemaal. Ja. Ja, maar ja, dit is mijn legendary direwolf. Hij heeft nog geen naam. Hij is vader van 3 kinderen, 2 kinderen. Ik moet wel even namen geven, man. Ja, daar was ik nog mee bezig, maar het was al niks even naam hier, gast. Oh, wat is dit nou? Ik kan naar mijn dikke kever. Ik zie alleen dikke kever en je tante Anima. Wat is er nou? Ja, maar dit zijn allemaal farmdino's, die boeien niet echt, weet je wel. Mensen willen namen hebben, Rudy. Ja, ik ben ermee bezig, maar ik moest die mooie toren bouwen, man. Ja, jezus. Oké. Okay. Ja. Ze willen Helga terug, Rudy. Ja, ja, Helga die is neer. Helga, wauw, wie was Helga? Was dat jouw stego? Ik heb geen idee. Nee, Helga. Nee, joh. Oh nee, Helga was mijn schildpad. Wie is Wat was jouw stego ook? Heidi. 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 Ja. Ik heb heel veel stego's gehad. Ja. Ja. Nou. Ja. Ik heb een lijpe boot. Ik heb wel een lijpe boot. Geen namen, maar wel een lijpe boot. Ik ga even check halen. Wat heb jij nou trouwens nodig? Want ik ben hier allemaal dingen aan het zeggen. Heb ik nodig? Ja. Niks. Gewoon voor de gezelligheid. Nou, ik kom van de andere kant van de map afrennen. En toen sprong ik van de berg af daar. En toen kwam ik in één keer hier. Dus ik kom eigenlijk per ongeluk op jouw eiland terecht. Oké. Okay. Ja. Ik heb net deze gefixt nog. Ah, ziek. Oh, dat is heel ziek. Die kan ik tegen in de swamp. Als je Unreal PTE wilt, er zijn een miljoen op de Redwood. En daar loopt ook die bos rond. Ja. Yeah. Maar ja, voor mij trouwens, als jij iets van Giant Bee Honey vindt of weet te vinden, deel het even met me. En andersom zal ik dat ook doen. Kijk, dit is een zusje die stond ernaast van precies hetzelfde level. Dat is echt super nice. Dat is echt, slaat helemaal nergens op. Ja, die rifle slaat ook nergens op. Nee. Je hebt hem ook? Nice. Ja, ja, is echt heel chill. Goeie. Heel chill. Ja, Bee Honey. Okay. Nou, een missie. Die moet ik op zich ook hebben dan. Ja, en ik moet echt even die issue, jongens. Nou, tot ziens. Ik ga op zoek. Naar een mooie boerinnenvrouw. Ja, met hele grote... We gaan! Oké, ik ga gewoon even de Redwood in. We hebben die Giant Bee Honey sowieso even nodig. Dat is nice. Dan kan ik zelf ook die bos kibbel gaan maken. Maar we moeten natuurlijk ook nog even dat waterplekje gaan fixen. Was ik ook nog mee bezig. Nou ben ik 3 dingen tegelijk aan het doen weer. Gaat niet goed. En die baryonyx. Oeh, jezus. Vissen! Ja! Maat, we kunnen ook zieke vissen temmen nog natuurlijk. We kunnen de hele onderwaterwereld nog gaan uitspelen van deze modpack. Normaal gesproken heb je niet echt een waterleven en modpacks, man. Maar ik ben benieuwd hoe dat hier is. Want je hebt wel een Unreal Megalodon, maat. Maar als je dus ook lijpe onderwaterbossen kan temmen en bevechten, dat zou echt nice zijn, man. Oh, ik hoop dat dat kan. Ik hoop dat dat een ding is. Ja. Oké, okay, ik had beter de Baryonyx even eerst kunnen pakken. Die is wel sneller. Die is wel sneller in het water. Ja. Moeten we daar even doen. Redhoon, man. Oh, hoe vind ik de bijen? Volgens mij was er ook een cave, toch? Een bee cave of zo. Maar in mijn beleving miste ik toen alleen wat sals of zo. Ik dacht dat ik de honey al had. Maar ik weet het echt niet meer zeker, man. Nou, ja, hoe vind ik bijen? Hey Siri, waar vind ik bijen in de center op Ark? Hey. Siri, ken je Ark Survival Evolved? Siri, kun je op internet opzoeken voor mij waar ik bijen vind in Ark Survival Ascendant The Center? Ah, Siri, je bent echt waardeloos, hè. Godver. Daar hebben we niks aan. El Siri in de chat. Oké, heel veel dino's hier boven mijn kop. Du-du-du-dun. Ja, ik weet echt niet waar ik zoeken moet, eerlijk gezegd. Ik ben maar gewoon een beetje aan het rennen nou. Het is ook niet dat ik... Center is één van die werelden die ik nooit echt heel veel heb gespeeld. Dus ik weet niet alle ins en outs van de center, man. Maar in mijn beleving zitten die bijen gewoon in de Redwood tegen zo'n boom aan. Zo'n
Doe juist. Oké, ik kan naar de andere kant. Zo. Oh jee, wat is dit? Unreal Element? Bro, wat is Unreal Element? Not tameable. Is dit een bos? Bro. Bro. Wat is dit? Is dit een bos? Unreal Element 150? Oh mijn god. Dit is mijn bosmuziek. Is dit wat je nodig hebt? Oh mijn god. Kunnen we hierdoor aan de volgende tier? Ja. Ga dood, please. Oh, deze moet ik makkelijk aankunnen met mijn raptor, man. Wacht, nou ben ik verward. Unreal Element, maat. Level 150. Oh, maar die doet wel damage, gek. Maar ik doe ook damage. Oh, maar hij hield. Niet healen, please. Stop. Stop. Oh, hij hield flink, die gek, man. What the fuck? Nee, stop. Stop. Ga neer, gast. Waarom hield hij zoveel? Unreal Sanction. Oh, hè. Oh, dat was zeker een bos, man. Wat heb ik er allemaal van gekregen? 177 Ellie, dat is wel nice. Devilish High, die hek nog. Ah. Ja, het was wel een bos, man. Maar ik weet niet zo goed wat hij doet. Maar goed. We killed Unreal Element, de bos. Hell ja. Celestial Gigantosaurus met 4,3 miljoen HP. Nah, man, ain't gonna happen, man. I want the cheeseburgers, man. Nee, ik moet echt even goed opzoeken waar ik Giant Bee Honey kan vinden in de center. Ik denk dat het een cave is, eerlijk gezegd. Met bijen erin. Denk het. Als we heel goed ons best gaan doen, dan kunnen we de cave vinden met bijen erin. Bro, wat is dit? Excellent, graag. Oh, jeetje. Vet. Daar heb je ook boskabel voor nodig. Excellent Rex. Zo, je hele familie is uitgemoord. Doei. Sorry. Bro, wat is dit? En Bissomantic. Ik ben weggewezen hier, maat. Nee. Er gebeurt te veel om mij heen, man. Dus de Red Hood is eigenlijk ook nog wel heel lui, man. Er zitten zoveel bossen hier. Misschien is het ook al ziek om dan juist de haven aan deze kant te maken, man. Met waterdieren. Dus dat we ook in de buurt van de Red Hood zitten. Ja. Hier, nog een Unreal. Weer een Unreal Element, man. Kijk dit. Daar krijg ik superveel element van. Ja, ik denk dat het gewoon waard is om die even te killen. Oh, yo, mijn damage. Af en toe doe ik zoveel damage, gek. Bro, 31k. Weer Unreal Element gekilled. Haie Greta. Kijk, die Ellie, maat. Die is sick. Hier, weer 144 erbij. Wauw. Dit is iets. Misschien? Nee. Dan heb je nog een bos. Oh, dat is weer een Unreal Element, man. Oké, ik ga hier beneden even in. Misschien hier nog. Je kan hier wel in, man. Of niet? Ja. de water is op. Oh, man. We zijn hard aan het gaan, gek. Oh, wauw. Wat is dit van lijpe dino, man? Is dat een Devilish? Devilish Tila. Oh, maat. Devilish Rex, oh, maat. Tila's, maat. Heel ziek. Hello, B. Excellent Manticore. Oh, jee. Oh, die wil ik ook wel hebben. Oh, hier Abyssal Gaga. Oh, ja. Nou, oh, man. Lessil Titanosaurus, gast. Een Flame Drake. Oh, dat is cool. Nee, nog geen god of zo, hè. Dit is weer zo'n Unreal Element. Kijk, jongen. Die damage stackt en die stackt, man. 15k. Hoppa, weer 15. Nou slopen die Unreal zo easy, gek. Hoe kwam ik toen aan die 30? Ja, hier nou weer 30. En daar krijgen ze ook die pike weer en zo van, man. Excellent dingen, ja. 127 Ellie. Nou, ik deze gewoon even paken blijven killen. Dan heb ik zo... kan ik gewoon even tech turret bij de base neer gaan zetten. Ik weet alleen of ik de engrams heb van tech. Ik denk het niet, eigenlijk. Bro, wat zie ik hier, ouwe. Oh nee, ik weet niet of dit een goed idee was wat ik nou aan het doen ben. Maar dit is wel een potentiële kans op cave hier aan de cliff, man. En als je hier vanaf catch, ben je dan ook gewoon dood, of? Hello, can I please have a cave? Ah, dan moet hier toch wel ergens eentje zitten. Oké, ik ga terug naar de... Oh, hier kan ik trouwens wel waterdingen kwijt, man. Maar ik ben nog niet connected met de open zee. Dus ja, ik heb wel cryopods natuurlijk, dus het boeit niet heel veel. Misschien is het juist chill om hier te bouwen. Goedemorgen, mijn sunshine. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even mijn Baryonyx even laten kletsen. En dan meteen een geïnprinte baby staan dadelijk. Hoppa. En jij. Jeppa. Kijk. Namen. We moeten nog namen hebben voor de Baryonyxen, man. Oh, deze worden wel lijp.
Lastige. Waar vinden we deze op lijken? Als we een baryonyx zien, en welke naam denken we dan? De Duitse Frans en de Duitse Gertrude. En dan krijgen we hier een Uberbaby van. Let maar op. Lekker, als een teleporter. Waar maak een teleporter? Fabricator. Nee, hij staat er helemaal niet in. Moet ik een normale, echt per se een normale fabricator maken of voor dit? Kan ik jou even wegstoppen? Ik zet je wel even hier neer. Awesome teleporter, kijk. Nice. Top. Nou, dan kan ik die ook even neer gaan zetten bij de plek waar we gaan bouwen in ieder geval. Dan kunnen we vast even een plekje claimen. Ik weet niet hoe lang deze nog even moeten kietsen. Oh, die is al bijna klaar, oké. Okay. Gertrude en Frans maken een baby en dat wordt Uber. Ja, welke Uber gaat het worden? Dat moet ik nog even bedenken. We moeten hier nog even uitkomen. We hebben nog bedenktijd voor, voor de baby. Dat baby. Wat is mijn ei nou? Gaat het niet zeggen dat hij in die ranzige rat van een... Hallo? Waag het als jij hierin zit, maat. Nee. Dan zit hij in de hatchery, verneem ik. Toch? Ik weet niet waar... Waar is... Maat, waar is mijn hatchery überhaupt? Oh, ja. Unreal Raptor Egg. Oh, ze zijn nog steeds aan de... Ze gaan? Hè? Maar als die niet daarin zit, waar zit hij dan in? Bro, hij moet dan toch wel... Nee, hij zit in mijn inventory. Huh? Hoezo zit hij in mijn inventory? Nou ben ik helemaal van me apropos. Ik raak hem wel gewoon hierin, man. Hé, maar dan hebben we gewoon Unreal Raptor Egg en Unreal Baryonyx Egg. Oh! Ik moet echt even een goede naam hebben voor de baby van Gertrude en Frans. Oh, we moeten wel echt een uber-Duitse naam hebben nou. Ik weet wat jullie denken, maar dat ga ik niet doen! Nee! Dat ga ik niet doen! Oh, ik moest een goede naam hebben voor... Voor dat kleine van Gertrude en Frans, ja. Ah... Scheiße. Oder ich, Uberschweinhund, vielleicht, ja. Uberschweinhund oder ich weiß nicht, if es ein Mädchen oder ein Jungen ist, ja. Gertrude und Franz haben ein kleines gemacht. Oh, ich weiß nicht genau. Oh, scheiße. Aber wir müssen noch 15 Minuten warten vor... Voor dat ei. Mijn Duits is niet op en top. Ik kan het een beetje. Shit man, een goede naam. Johannes. Johannes. Johannes oder Erika. Erika vind ik. De vrouw is als Erika, man Johannes. Oké, okay. We gaan even naar de Redwood. Hoe gaan we daar even... Of ja, niet per se Redwood. Misschien wel. Ik kijk even snel een mooi plekje voor mijn awesome teleporter. Zodat ik er altijd heen kan gaan in ieder geval. Ja, maar op zich de eiland boven bij de vulkaan is op zich ook wel cool. Alleen de Redwood is heel convenient, man. Wat wil ik? Ik denk dat ik meer aan de Redwood heb dan een vulkaan, snap je? Alleen dan is de Redwood alsnog best wel ver weg van alles. Maar dat betekent wel dat je daar een grote open zee ertussen hebt liggen. Ja, oké, ik ga wel gewoon bij de Redwood, fuck it. Ik denk dat we in de Redwood nog heel veel dingen moeten doen, ook qua bossfights en zo. Dan gaan we daar even een mini haventje maken nog. Ik zat ook nog te denken om gewoon wat bouwsegmenten. We kunnen natuurlijk wel heel veel gaan bouwen in de video's en zo. Maar dat is misschien iets minder leuk dan alle andere extreme content. Het hoort er wel bij. Maar ik zat te denken, want misschien kan ik gewoon lekker bouwen op stream nog. Dat ik gewoon mijn huis ga bouwen op stream. Dan kan ik veel langer gewoon geconcentreerd even een beetje... Ja, een beetje akoestisch, team akoestisch uit gaan bouwen, snap je? En dan kunnen jullie ook een beetje meedenken wat vet is en zo. Dat lijkt me nog wel een goed idee, eventueel. Ik denk dat ik het dan ook gewoon op YouTube stream. Ik kan hier bij de waterval ergens iets doen? Of dat eiland daar? Nou, dan zit ik liever in het vasteland hier bij de Redwood, denk ik. Ja, we gaan gewoon volle commitment Redwood, man. Nee, dan moet ik echt even een mooi plekje vinden. Ik zie hier niet echt eilandjes zo. Maar hier heb je dus wel een soort van rivier wat naar binnen stroomt. Misschien kan... Ja... Ik kan net zo goed hier gewoon aan het strand zitten, weet je wel. Eigenlijk maakt het ook allemaal niet zo heel veel uit. Alleen dan moet er dus niet zo'n hele lijpe dino hier staan. Ja, die staan er wel. Ja, nice. Ik kan er gewoon een hele ongemakkelijke basis hierop gaan maken. Ja, dit is op zich wel mukliek, toch?
Als ik dan gewoon even het water hier helemaal af ga zetten. En daar, ja man, ik zie op zich al vette dingen voor me nou. Ik zet voor nu gewoon even mijn teleporter hier neer. Dan moet ik bij mijn base ook nog een teleporter neerzetten, want dan moet ik alsnog helemaal terugvliegen. Redwood Haven. Nice, op naar de base. Scoot. En dan zet ik denk ik hier buiten gewoon even de andere teleportplatform neer, man. En dit is dan buiten de gate, main. Toppie. Wat ik dan ook meteen even moet doen, is knetterveel electronics aanzetten. Want die zijn op. Die heb ik wel even nodig. Deze ook, electronic, 1000 pool, mooi. Craft, heel ziek. En dan zijn onze eitjes denk ik ook weer klaar, man. Ik laat ze ook gewoon allebei meteen uitkomen. Dan hebben we daar nog een ubershank erbij. Die en die. Tweeling! Oh nee, en een tweeling raptor ook! Nee, dat niet. Dat lieg ik. Oké, jij bent gewoon... En deze Baryonyx. Moet ik even kijken wat een jongetje en wat een meisje. Als ze gewoon Johannes en Erika hebben, dat is natuurlijk helemaal top. Maar we, volgens mij hebben we twee mana. Zwaai mana. Kijk hier. Ja, dat is een mana. En dat is ook een jongen. Ja, zwaai jongen en... drie jongen. Oké. Uber Johannes. Dan moesten we weer nog een naam bedenken. Uber. Options, change name, Uber. Ja, weet je, dit is gewoon de Uber-chain, dus dit is ook gewoon Uber Johannes. Als je bent geboren als een Uber, dan heb je gewoon dezelfde naam. Dat is de regel, dat is wel wat het is. Alleen als dus een dame was, was het Uber Erika. Nou, ziek, ik ben wel tevreden man met de progressie die we hebben gemaakt deze aflevering. We hebben een havenplek geclaimd. We hebben Uber Shank. Gebreed. We hebben Uber Johannes. Twee van die Baryonyx. We hebben nou in totaal 4 Baryonyx en 4 Unreal Raptors ook. We hebben het bos gekild. De Element Bos. Unreal Element Bos. En wat nog meer? Devilish. Ja, tuurlijk. Devilish. Heel ziek. Devilish Sal. Die is nice, man. Daar moeten we even goed voor kijken. Want dan kunnen we kibbel. En ook die Devilish Hype, man. Die kibbel. We hebben dus de Devilish Souls van de kip. Gast, ik ga toch niet zeggen... Wacht. GG mensen, GG. Bye bye, thanks for kijken. Bye bye.